Inwoners van Schagen, Harenkarspel en Zijpen konden woensdag 21 november stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe fusiegemeente. Schagense burgemeester Westerink is zeer te spreken over de fusie. Ik denk dat het een goede zaak is. Op dit moment zijn alle gemeentes nog zelfstandig en redden het ook goed. Maar je moet je op de toekomst voorbereiden. En er komen zoveel taken op de nieuwe gemeente af dat ik denk dat dit een goede zet is. Het doet een beetje zeer, maar we worden er met z'n allen beter van. Maar in hoeverre doet dat zeer? Dat mensen toch wel het gevoel hebben dat ze dichter vanaf het gemeentebestuur komen te staan. Dat ze denken dat het bureaucratischer wordt en dat ze minder te vertellen hebben. En ik denk dat er straks allerlei mooie systemen komen en dat dat niet zo zal zijn. Maar mensen zijn er wel wat onrustig over. En wat vindt u van het besluit om te fuseren met Harenkarspel en Zijpen? Oei, oei. Wat vind ik daarvan? Nou, ja, ik denk dat het wel noodzakelijk is, hè? Dat denk ik. Ik zou liever ook kleiner of eigen. Maar ik denk voor een aantal dingen dat het belangrijk en beter is. En betaalbaarder ook voor goede zorg en voor goede voor ons allemaal. Dat vind ik geweldig. Alleen waar ze straks dus, en dan denk je het over Den Haag, waar ze straks weer, dat is naar nog weer een grotere gemeente. Naar praat je over 100.000 plus, hè. Nou, daar ben ik het voorlopig niet mee eens. Laat ons allemaal nou even met rust. Vandaag hebben we gestemd voor onze fusiegemeente. Echt een hele mooie gemeente waar we alles hebben en alles krijgen. En ik wens dus vanaf deze kant wens ik alle politieke partijen die in de raad komen heel veel succes.